Hallo iedereen en welkom weer bij een nieuwe Onzin of Zinnigpin, de show waarin ik alles test. Vandaag gaan we zelf testen hoe je bleekgel kunt maken en hiermee kun je hele leuke t-shirts maken en andere leuke dingen doen. Het recept wat ik heb gevonden is met 3 makkelijke ingrediënten en het leek me wel een leuk recept en zeker ook om leuke dingen te versieren, leuke tas, leuke t-shirts. Ik vond het er zo gaaf uitzien dat ik het gewoon aan jullie wou laten zien. Nou, en als je dit dus wilt doen, kun je het natuurlijk ook uitproberen. Je moet het wel boven het vuur koken, dus je moet even toestemming vragen aan je ouders. Maar het is wel gewoon een hele leuke pin om te testen natuurlijk. Wat heb je als eerste nodig? Ik heb 150 ml water. Koud water. Maïzena heb je nodig. Je hebt echt maïzena nodig. En bleek. En dit is gewoon standaard dikke bleek. Ik doe het water in mijn kommetje en er gaan 3 eetlepels maïzena bij. In het koude water. Het moet echt geen warm water zijn, anders krijg je namelijk klontjes. En dan ga je alles goed kloppen. En je moet echt blijven kloppen om klontjes te voorkomen. En ik heb ze nog gewoon gekregen. Die heb ik later eruit gefilterd. Dat zal ik niet van jullie uitleggen. Maar je blijft gewoon eigenlijk kloppen tot het langzaam één gel wordt en één papje wordt. En dan zie je ook dat het van kleur verandert. Dat het langzaam wat transparanter wordt. En dan weet je eigenlijk dat het goed is. En de klontjes die ik erin kreeg, heb ik zelf later eruit gekregen met een panty. Dus het filter door een panty heen. Dat klinkt heel vreemd. Nou, uiteindelijk doe ik dus 6 lepels gloor erbij. Kloppen het nog een keer. En dan is het in principe klaar voor gebruik. En wat ik dus heb gedaan met de panty. Ik heb gewoon een panty gepakt, een oude panty gepakt waar geen gaten in zaten. Daar heb ik de mix in gedaan. Heb ik het gefilterd. En dan een spuitzak gedaan, zodat alle klontjes eruit waren. Ik heb gewoon een oud lijmflesje schoongemaakt. Om natuurlijk makkelijk op te spuiten. En dan doe ik gewoon een spuitzak zodat ik het makkelijk kan overbrengen. En je kunt het door een zeefje inhalen. Hier is mijn oude lijmflesje die ik goed uitgespoeld heb. En gezorgd dat het doopje schoon is. En dan ga ik de spuitzak dus gebruiken om het makkelijk over te brengen. En dan spuit je het zo in principe in het flesje tot het vol is. Ik heb uiteindelijk 2 flesjes kunnen vullen met het recept. En het is ook heel leuk om op een kinderfeestje met kinderen te doen om een tas leuk te versieren of een t-shirt heel leuk te versieren. En ik vond het zelf heel grappig hoe het lukte. Nou, ik heb hier een sweat t-shirt om het uit te testen en ik doe even een kartonnetje tussen mijn t-shirt, zodat het niet doorlekt en ik niet aan de achterkant rare vlekken krijg. En ik het makkelijk kan versieren omdat het strakker is. En wat we dus eigenlijk moeten doen is zo meteen gewoon de gel gebruiken bij het spuitmondje. Om designs aan te brengen. En normaal het gloor is het dus moeilijk om echt een design te tekenen. Maar hier gaat het dus een stuk makkelijker mee. En ik zal het even versneld laten zien hoe ik dat doe. En je kunt het dus echt als een pasta aanbrengen. Ook is deze gel echt geschikt om je badkamer mee schoon te maken. Dus heb je bijvoorbeeld schimmel in de randjes zitten, zou je dat erop kunnen spuiten. En je kunt hier dus eigenlijk van alles mee. Je kunt het over een stencil heen aanbrengen, op een t-shirt, je kunt je naam erop schilderen. En ik ga zeker deze zomer met mijn kinderen dit nog doen. En misschien ook zelfs nog voor een kinderfeestje, zoals ik al zei. Want ik vind het gewoon echt heel leuk hoe het eruit ziet. En het kost bijna niks om te maken. En het gloren ging ook vrij snel. Ik heb het ongeveer een half uurtje laten liggen. En daarna heb ik het uitgespoeld. Het was eigenlijk goed gegloord. En je krijgt dus op iedere kleur t-shirt een ander effect. Als je het uitbleekt, op zwart krijg je dus een rood effect. Als je blauw pakt, krijg je wit. Dus echt eventjes uittesten van hoe het eruit komt te zien. En het beste kun je hier gewoon goedkope shirts voor gebruiken. Bijvoorbeeld van de Zeeman of van de Action. Om het uit te testen. Of ga naar de kringloop toe. Of kijk wat je in je kast hebt liggen voor basis t-shirts. Of zelfs een leuke tas. Nou heeft hier ongeveer dus een half uurtje gelegen. En dan ben je langzaamaan steeds verder te verkleuren. En dat zie je ook. Dat het steeds dieper wordt van kleur. En dan wordt het tijd om ze meteen te gaan uitspoelen. En ik heb eens even gekeken van dan ben ik al tevreden, heb ik een klein beetje de gel weggehaald. En toen ik tevreden was over de kleur, kon ik hem dus weghalen. En dan kunnen we het dus gewoon uitwassen. Ik heb gewoon een klein beetje de gel weggehaald. En dan zie ik dat eigenlijk de kleur wel goed is. Dan kan ik hem dus gaan uitwassen. Doe ik gewoon met koud water onder de kraan. En gewoon goed eruit wassen. En uiteindelijk heb ik nog een beetje warm water gebruikt, maar ik doe het eerst met koud water. En daarna kun je gewoon meegooien in de wasmachine. En in de droger. En dan wring ik hem uit. En dit is mijn uiteindelijke resultaat geworden.
Het is nog een beetje nat, dus de kleuren zijn niet te sterk geworden. Toen die opdroogde was hij veel mooier. En ik zeg, deze pin is helemaal geslaagd. En onze bleekgel is helemaal top geworden. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze onzin of zinnig. En dankjewel voor natuurlijk het sporten aan mijn kanaal. Dit is de laatste video van dit jaar, de DIY die we maken. Ik wens jullie allemaal een super fijne dag. Ik hoop dat jullie ook abonneren. En natuurlijk deze video een duimpje omhoog geven. En onthoud jongens, be unique.